Ik lees u vanmorgen de eerste brief van Johannes aan de gemeente van Efeze. Als onderdeel van de preek die ik begonnen ben over openbaring. Vandaag, vanmorgen, openbaring 2. En als u wilt, vanavond de brief aan Smyrna in de gereformeerde kerk. U bent dan ook van harte welkom. Maar nu dus eerst de brief aan de Efeze. Waar de Heere zegt, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards kandelaars verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Tot zover de schriftlezing. Voordat we met elkaar hierover gaan denken, gemeente, zingen we van lied 313, vers 1 en 5, een rijke schat van wijsheid. Gemeente,
Ik schrijf wel eens in kerkvensters. Voor de gasten onder ons is dat het kerkblad hier in Ommen. Dan schrijf ik wel eens: wilt u mevrouw of meneer in het ziekenhuis of in de verzorging een kaartje sturen? Dat doet zo goed. Immers, wie van ons vindt het niet leuk om een kaartje of een brief te krijgen? Vooral als je wat scheelt. Of als er feest is omdat je jarig bent of als je ergens voor geslaagd bent. Dat gebeurt niet zoveel meer met het e-mailverkeer vandaag. Vanmorgen gaat het ook over een brief. En dan een brief van de verheerlijkte en de hemelse Jezus. Die hij door bemiddeling van Johannes op Patmos naar de gemeente van Efeze stuurt. Een brief die ook voor u en mij bewaard is in het tweede hoofdstuk van het boek Openbaring. Een brief uit de hemel dus. Een brief van de Heer Jezus. Een brief ook gericht aan mij. Maar nu, wat wordt er in die brief van Johannes tegen de gemeente van Efeze gezegd? We hebben het gelezen. Maar wat wordt er gezegd? Wel, dat de Heer van alles op de hoogte is. Wat daar in die jonge gemeente wordt gedaan en geliefd en geloofd. En het is daarom al veelzeggend dat die brief begint met een bemoediging. De Heer Jezus begint met op te sommen wat er allemaal goed gaat in die gemeente. In die grote stad Efeze. De stad die het licht van Klein-Azië werd genoemd. Een havenstad met zo'n 300.000 inwoners. Op Rome en Korinthe na was Efeze de belangrijkste stad van de oudheid. Laten we in gedachten eens in rondkijken in die stad, voordat we die brief gaan lezen. Vandaag is Efeze een ruïne. Ik ben er een aantal keren geweest. Je loopt de berg op, het is allemaal vergaande glorie, een ruïne, maar je weet ongeveer waar de tempels gestaan hebben. Veel foto's worden er gemaakt door toeristen met hun mobiel of een tablet of een camera. Maar de stad werd toen de tijd het licht van Azië genoemd. Het Parijs van Azië. En tegelijkertijd was deze stad een toonbeeld van het verloren paradijs. Die stad was een belangrijke handelsstad. In het oosten, een knooppunt van handel en verkeer, ook van wijsheid en cultuur. Bovendien het middelpunt van de keizerverering. De inwoners van deze stad waren verzot op de vruchtbaarheidsgodin Diana of Artemis. Een grote tempel was aan haar gewijd en er stond daar een enorm beeld van haar met vele borsten. Borsten vanwege de vruchtbaarheid. En er was een gigantisch openluchttheater met zo'n 30.000 zitplaatsen. En u weet, een havenstad met veel handelsverkeer had natuurlijk ook gevolgen voor het bonte leven van afgoderij. Gevolgen van goddeloosheid en ongerechtigheid. Maar er was ook een gemeente van Christus. Paulus en Titus en Timotheus en Aquila en Priscilla en Apollos en later ook de evangelist Johannes en Maria, de moeder van de Heer Jezus, hebben daar gewoond. En hebben de mensen daar het evangelie van Christus, kruis en opstanding gebracht. En als gevolg daarvan was er een gemeente ontstaan daar in Efeze. Eerst nog maar een handjevol christenen die zich moesten wapenen tegen die afgodenverering. Denkt u maar aan de wapenrusting die de apostel Paulus hen in zijn Efezebrief aanreikt. En de jonge gemeente groeide uit tot een vooraanstaande en een levende gemeente.
Ja, een lichtplek werd het zij in de duisternis daar in Efeze. En de apostel Paulus werkte er maar liefst 3 jaar. En in die tijd werd de stad Efeze door de jonge christenen de eerste en de beste en de heerlijkste stad van Azië genoemd. Er werden mensen in die stad bevrijd van hun zondige begeerten en praktijken. En velen van hen kwamen tot geloof en keerden hun stenen godin Diana de rug toe. Ze braken met hun zondige verleden en ze wierpen hun occulte boeken op de brandstapel. Zo is de gemeente van Efeze dus ontstaan. De gouden kandelaar die zijn licht ging verspreiden. En de gemeente groeide en de naam van de Heer Jezus Christus werd verheerlijkt in de gemeente en in de harten van de gelovigen. Maar dan komt die brief daar van Jezus via Johannes aan de gemeente in Efeze. En die briefgemeente is gericht aan de tweede generatie christenen daar. Dus aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Van hen die deze opwekking aan de lijve hebben mogen ondervinden. Die die groei van die christengemeente daar hebben meegemaakt. En dan die vraag. Branden daar dan in die gemeente de lampen nog? Is daar nog olie? Of moet het lontje worden geknipt? We komen er zo op. Want zoals ik al zei, gemeente, de brief begint met een bemoediging. Ik weet van uw werken, zegt Jezus. Dat wil zeggen uw uiterlijke doen en laten, maar ook uw innerlijk leven. Ik ken uw handel en ik ken uw wandel. Ik weet wat u denkt, ik weet wat u doet. Ik wandel immers tussen de kandelaren, zegt Jezus. Ik leef niet op afstand, maar dicht bij u. Ik ben van alles op de hoogte. Ik weet van uw arbeid, ik weet van uw lijdzaamheid, ik weet van uw geduld. Ik weet van uw liefde tot de waarheid. Kortom, de gemeente heeft er blijkbaar alles voor over gehad om haar heren en haar koning te dienen. Om zo de heren lief te hebben met geheel haar hart, verstand en al haar krachten. Er was geen sprake, gemeente, van loomheid en van traagheid in die gemeente. Om een voorbeeld aan te nemen, vindt u niet? Nee, de gemeente zegt niet van, moet het nu alweer? Moet ik vanmorgen nu alweer naar de kerk? Ik ben verleden week toch al geweest? Of laat een ander maar doen. Als ze je vragen voor kerkenwerk, voor een ambt in de kerk of zo. Nee, het was handen uit de mouwen. Met inzet van tijd en met inspanning van alle krachten. Alles is nodig tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Actie gevraagd en reactie gegeven. En Jezus is het blij mee. Jezus is er blij mee. En de gemeente wordt ook geprezen voor het feit dat ze de wereldse invloeden van buiten, van binnenuit heeft weerstaan. U hebt de valse apostelen, de leugenaars ontmaskerd. U hebt verdragen. U hebt geduld geoefend. Nee zeggen tegen de valse leer, koste wat het kost. In ieder geval uithoudingsvermogen tonen. Om het vol te houden. Als God niet meer aan zijn eer komt, moeten we nee zeggen. Dit mag niet. En nooit. En toch sluit Christus, die tussen die kandelaren wandelt, zijn ogen niet voor één groot gebrek daar in Efeze. Zijn diagnose van de rondgefoto's is eerlijk en scherp. We lezen dat in vers 4. Maar ik heb tegen u, zegt Jezus, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De eerste liefde. Zoals bij een huwelijksjubileum de trouwfoto nog eens uit de kast wordt gehaald of van de muur. De herinneringen van toen, begrijpt u? Hoe pril was onze liefde nog? Hoe anders stonden we tegenover elkaar toen? Dat alles lijkt nu zo ver weg. Het is alles zo gewoon geworden tussen ons. Herken je dat? Herken je dat? De eerste liefde verlaten. Dat is tegelijkertijd de wending in deze brief aan Efeze. Ja, maar hoe kan dat dan?
Wat is er dan in Efeze gebeurd? Wel, die liefde was verlaten, staat er. Niet verloren, niet vergeten, maar verlaten. Bewust verlaten. Ja, de ijver is er wel. De dienst aan de Heere God is er wel. Maar de eerste liefde is weg. Het belangrijkste is kennelijk op de achtergrond komen te staan. Waar is uw eerste liefde, vraagt de verhoogde Christus aan de gemeente te Efeze. En vanmorgen ook aan ons. Waar is die gebleven? Bij u, bij jou, bij mij. Goddank, als je er nog uit mag leven. Is de Heer Jezus Christus u en jou nog alles waard? Ja, dan mag je God dan voor je danken en prijzen. Of slaapt de kerk in? Dan moet de Heer Jezus het ook tegen ons zeggen. Ik ben naar je op zoek. Waar ben je toch gebleven? Ben je de tijd vergeten dat ik nog alleen, ja, dat ik nog alles voor je betekende? Toen ik nog in het middelpunt van je belangstelling stond? Jezus prijst de gemeente. Maar het lijkt erop dat de witte broodsweken van het huwelijk van deze gemeente met haar bruidegom wat voorbij zijn. Het deed zich hetzelfde voor als in menig huwelijk, gemeente. Koeling, gewoonte, routinematig met elkaar omgaan. Maar er was gelukkig ook een gunstige omstandigheid. De gemeente verafschuwde de praktijken van de Nicolaïten. En dat deed Christus ook. En wie zijn dat, die Nicolaïten? Nou, om kort te gaan, gemeente, wordt hier geen secte bedoeld. Hier worden mensen bedoeld die christen willen zijn op voorwaarde dat ze niets van het genot van de wereld hoeven prijs te geven. En die menen Christus te kunnen dienen, maar daarnaast ook hun eigen zondige praktijken in stand kunnen houden. En zelfs goed kunnen praten. En nu valt over die Nicolaïten ook wel meer te zeggen, maar dan wordt de preek veel te lang vanmorgen. Maar vast staat, gemeente, dat het zeer losse leven van die Nicolaïten populair scheen te worden. En nogal wat mensen aantrok, begrijpt u? Maar de gemeente van Efeze wilde daar niets van weten en haar heren ook niet. Nee, de gemeente was in alle opzichten godsdienstig. Ja, zeer godsdienstig. Alleen de liefde. Ja, die eerste liefde van de begintijd, die werd gemist. Ik weet uw werken. Ik weet uw arbeid. Ik mis uw liefde, zegt Jezus. En wat ik tegen u heb, is dat u die eerste liefde hebt verlaten. En let u op, die klacht van Jezus wordt gericht tot de gemeenten, staat hier. Meervoud staat hier. Dus niet alleen tot de gemeente van Efeze. Zelfs niet uitsluitend tot die zeven gemeenten van Azië. Maar tot de kerk in zijn geheel. Van alle plaatsen en van alle tijden. Dus ook de kerken van onze tijd. En dan kan dat woord van Christus ook vanmorgen op ons afkomen. Maar dit heb ik tegen u, begrijpt u. Ja, die woorden maken je dan stil. En onwillekeurig denk je dan, misschien als de Heere mij nou zo'n brief zou sturen, hè? Wat zou er dan in staan? Wel ijverig, maar brandt mijn liefde. Ik doe wel mee in de kerk, maar de glans is die er vanaf. Ik ga wel trouw naar de kerk, ik geloof, ik lees de Bijbel, ik waak voor een onbijbelse levensstijl, een onbijbelse levenshouding, maar brandt mijn liefde ook? Nog? Is er nog feest in mijn ziel? Kijken we naar onze kerken in Ommen, naar onze gemeente, ja, dan kan de eerste liefde ook verdwijnen, zoals dat soms in een huwelijk kan gebeuren. De verliefdheid en de verwondering verdwijnen dan en maken dan plaats voor zakelijkheid en sleur en conflict. En wedijver en wantrouwen. En weet u, er komt dat woord van Christus ook op ons af. Ik zal, dat klinkt dan bedreigend, gemeente. Er komt het woord van Christus, dat bedreigende woord van Christus, ook op de gemeenten hier in Ommen af. De kandelaar kan dan wel eens worden verplaatst, staat hier. Zo is het immers ook in Efeze gebeurd. In Efeze is er niets van over. Dus nu Izmir, of dat, sorry, dat is nu in Turkije. Dat is nu islamitisch.
Ja. Als dat licht dan weg is. Als die eerste liefde dan is verdwenen. Als die verwondering en dat enthousiasme dan van dat eerste uur is verdwenen. Dan is er niets meer om voor te branden. Begrijpt u? Ja, blijkbaar kan de kandelaar van de gemeente dan door Christus worden weggenomen, omdat die eerste gloed van de liefde is verkild. Een kandelaar wijst ons immers op die dichterlijke uitbeelding van het woord van Christus. Gij zijt het licht der wereld. Het werd dus zogezegd een gevaar dat deze zo enthousiaste gemeente afzakt tot een christendom uit gewoonte. Wat was het tekort in Efeze? Het kerkelijk leven was in orde. Er was daar geen noodlijdende gemeente. Er kwamen daar veel, ja genoeg, en veelbelovende voorgangers. Je zou ze maar in je midden hebben, al deze mensen. Titus en Aquila en Priscilla en Paulus. Maar hoe zit het met die eerste liefde? Dat is een vraag, gemeente, die ook wij ons vanmorgen moeten af willen stellen. Als gemeente, als kerk, als we kijken naar de toekomst van de kerk in Nederland, van de PKN in Nederland, ja, ook hier in Ommen. Zou een fusie ons kunnen redden, gemeente, als het ons ontbreekt aan die eerste liefde? Wat denkt u? Gaat het niet eerst gewoon om die ene vraag, die ene eenvoudige vraag die je aan kinderen kunt stellen? Hoe staat het ermee? Hoe staat het ermee in de gemeente hier? Zijn we nog een beetje verliefd, gemeente? En zo niet, hoe krijg je dat dan weer terug? Wel, zegt Jezus ook tot ons, vermoeigen. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt. Doe weer als vroeger. Het kan dus. Er is nog een weg, maar een weg terug. Een weg van bekering en omkeer en terugkeer naar de bronnen van Gods liefde. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent, zegt Jezus tegen de gemeente van Efeze. Neem voor jezelf de ruimte om de liefde van God nog eens te overdenken. Bedenk de hoogtepunten van je leven waarin God nog belangrijk voor je was. Toen je belijdenis deed, voor het eerst naar het avondmaal ging. Op je huwelijksdag of op je doopdag van je kind. Of misschien nog op een ander moment. En bekeer je, zegt Jezus, bekeer je. Nog zo'n woord van Jezus. Keer terug naar die dagen waarin jouw hart nog van God brandende was. Die mooie momenten, die eerste tijd van jouw liefde tot God en tot Christus. Het enthousiasme waarmee het christendom begon en daarvan zong. Vol geloof en hoop en warmte. Het kon niet stuk, die vriendschap met Jezus. Jouw keuze voor hem. Geef mij Jezus. De zon in je leven. En word weer ontvanger in plaats van doener. Luister weer naar Gods woorden in plaats van naar je daden voor het koninkrijk. En zoek die eerste liefde weer op. Richt je daar weer op om die te ontvangen, om die te mogen genieten. Zodat je weer een lichtje mag zijn in de gemeente voor de mensen buiten en het weer feest wordt in je ziel. Je gezicht weer mag gaan stralen van die eerste liefde van God en de vrede met God. En dat dankzij dat grote licht in je leven, Jezus Christus, door wie je gered bent en mag leven. Ja, om zo terug te keren, gemeente, naar Jezus en te leven van de liefde van God, die aan jouw liefde vooraf ging, hoor. Zoals Johannes dat ook zegt in een andere brief van hem. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad. Dat is die eerste liefde waar Jezus het over heeft, gemeente. En waarna Jezus ons terugroept, vermoeien. En hij doet dat met een belofte. Wie overwint, zegt, die zal ik laten eten van de levensboom. Ik, ja, die boom die in het midden van Gods paradijs staat. Hij doet dat met een belofte, met die boom waarmee alles begon. De laatste bladzijden van de Bijbel grijpen terug naar het begin, gemeente.
naar de eerste bladzijde, waar Adam en Eva nog van die boom mochten eten. Adam en Eva wisten ervan, van die heerlijke boom. Genesis 3 maakte daar een einde aan. Maar Christus maakte een einde aan de zondeval. En hij is in groter opzicht een boom des levens. En hij belooft nu, gemeente, die overwint, die geef ik weer te eten van die boom. En dat eten van die boom, gemeente, wat betekent dat anders dan het mogen genieten van die volmaakte gemeenschap met Christus in de hemel? Christus is natuurlijk in veel groter opzicht het boom des levens, de levensboom, die ons te eten wil geven en te drinken wil geven. Die heeft gezegd, wie tot mij komt zal nimmer meer dorsten. Wie in mij gelooft zal leven, al waren die ook gestorven. Ja, ergens anders. Ja, wie in mij gelooft zal leven. Ja, die zal niet kunnen sterven, die leeft al. Heer, de Heer is zo goed, gemeente, dat hij zo eindigt met deze belofte. Hij die de sleutels heeft van de dood en de hel. De brief eindigt dus met een belofte, ook voor ons. Laten we luisteren naar hem. Christus wil ons te eten geven van de boom des levens die in het paradijs is. Wat betekent dat, gemeente? Wel, daar is geen slang meer. Hier beneden blijft het strijd. Maar het ziet uit naar de overwinning. Als we ons maar houden aan die liefde, aan die gemeenschap, aan die relatie met Christus. Als dat er voor ons een zaak wordt, als dat voor ons christen zijn mag zijn. Dat we ruiken en dat we lieven en leven uit hem. Hier beneden blijft het strijd. Maar het ziet uit op de overwinning, op deze overwinning. En gelukkig, gemeente, God dank, er is een paradijs. Amen.